Mathieu van der Poel is ondanks zijn gekwetse knie gewoon geselecteerd voor de vierde wereldbekerwedstrijd veldrijden van dit seizoen. Aanstaande zondag in het Deense Bogense. Van der Poel ging zondag tijdens de vijfde wedstrijd in de Superprestige in Gavrehal van de Ruit en raakte daarbij geblesseerd aan zijn rechterknie. Mathieu heeft hechtingen in zijn rechterknie door zijn valpartij, zegt bondscoach Gerben de Knecht maandag. Hierdoor moet hij tot donderdag rust houden. De 22-jarige van der Poel won de eerste drie wereldbekercrosses van dit seizoen in Niowa City. Waterloo en Kokzijde. De knecht heeft Maud Kapteijns opgenomen in de vrouwenploeg, hoewel ze niet helemaal fit is door een ontstoken kniewond. De Nederlandse staat vooral door haar overwinning in Kokzijden vierde in het wereldbekerklassement. Selectie mannen, Mathieu van der Poel, Lars van der Haar, Corné van Kessel, David van der Poel, Stan Godrie, Twan van Den Brand, Patrick van Leven, Gosse van der Meer, selectie vrouwen, Sheri de Boer, Moutkapte anne Annemarie Worst, Manon Banker, Immer van der Heijden. Céline Del Carmen Alvarado, Fleur Nagegast, Jara Kastelein.